Hallo en welkom bij deze nieuwe workshop waarin ik een update geef op de workshop van een paar jaar geleden waarin ik jullie liet zien hoe je hexapuff projecten kan maken met je kleine breimolen. Naar aanleiding van die workshop kreeg ik heel vaak de vraag of dat er geen deken gemaakt met de grote breimolen. Nou, ik heb voor het verschil in breimolen een bloem gemaakt met een kleine breimolen en een bloem gemaakt met een grote breimolen. En dan zie je, hier is de bloem met de kleine breimolen zo groot als die in de deken is. En daar zie je een bloem die vele malen groter is, bijna 5 keer zo groot. Dus als je dit patroon met een grote breimolen zou maken, dan wordt het een enorme deken. Maar om de mensen met de grote breimolen niet uit te sluiten, laat ik zien in deze workshop hoe je kussens kan maken of platte kussentjes in allerlei maten met alle breimolens en hoe je die op een nog makkelijkere manier dan de vorige workshop aan elkaar kan zetten en zo dus hele leuke hexapuff items kan maken met alle breimolens. Dus laten we snel beginnen. We gaan dus leren hoe we hexapuffs maken met alle breimolens. Dat zijn namelijk verschillende maten. We gaan leren hoe we ze zo makkelijk mogelijk aan elkaar verbinden en ook hoe we dat zo mooi mogelijk doen. Ik ga laten zien hoe je platte delen kan maken, zodat je dekens kan maken. En ik laat zien hoe je kussens kan maken door hexapuffs helemaal aan elkaar te zetten met vulling erin. Hoe je hexapuffs met een strook kan verbinden, zodat die driedimensionaal wordt. Ik laat zien het verschil dus tussen de kleine en de grote molens. En ik ga dat allemaal doen in hoofdstukjes. Het wordt stap voor stap uitgelegd en je kan de hoofdstukken overslaan door in de beschrijving van deze video, waar sowieso heel veel handige informatie staat, op de tijden te klikken die bij ieder hoofdstuk staan beschreven. Patronen die kan je zelf maken door bijvoorbeeld dit uit te printen. Dit is een schemaatje met allemaal hexagons. Dat kan je ook gebruiken als je een quilt gaat naaien. Het zijn allemaal vormpjes als een honingraadje. Nou, je kan zelf dus een tekening maken. Hoe groter je molen, hoe kleiner je tekeningetje moet zijn. Want anders dan wordt je project veel te groot. Hoe kleiner je molen, dan heb je een maximale tekening, zeg maar. En bij de uil is mijn deken ongeveer 1,40 bij 1,50. Om een idee te geven. Nou, die uil, die kan je op de Maak het met Miranda Facebookgroep. Ook die link vind je hieronder in de beschrijving vinden. Bij de aankondigingen staat die gewoon. Je kan ook gewoon zoeken op internet. Want er zijn allemaal verschillende soorten hexagonpatronen. Meestal om te quilten. Daar vind je allerlei verschillende. Dit is een enorm groot project. Want dat zijn allemaal van zulke bloemetjes met stukjes ertussen. Maar je kan van zo'n plaatje kan je ook gewoon een klein stukje maken. Zo. En dan heb je een hele leuke babydeken. Een foto daarvan vind je ook op mijn groep. Er zijn allerlei verschillende patroontjes om te vinden. Op het gebied van quilten. Maar je kan ook gaan zoeken naar een aquabead of waterbead patronen. Dat zijn ook patroontjes in 6 hoekjes. En sommige strijkkralen patroontjes, maar dan moet je heel goed opletten, kunnen ook in 6 hoekjes zijn. Maar dat zijn er niet zo heel veel. Nou, genoeg ideeën. En dus, we kunnen gewoon van start. Neem de tijd om de hele video te kijken, want er komt een heleboel informatie langs die wel noodzakelijk is. Dus niet doorscrollen. Alleen echte hoofdstukjes die je al vaker hebt gezien, omdat je vaker mijn video's volgt, die kan je gewoon overslaan via de hoofdstukken in de beschrijving van deze video. En nou zit er ineens een Vlaamse gaai. En die moet ik vastleggen. Want dit is redelijk uniek. En weg is die. Nou, dan gaan we snel verder. Veel plezier! De puffs. De puffs worden afhankelijk van de maat breimolen verschillend van maat. Voor een project
gebruik je de puffs van 1 maat. Als je een breimolen hebt met 22 naalden, dan zet je op en brei je vervolgens 17 toeren. En dan krijg je een puff die een bepaalde dikte heeft. Maak een probeerseltje. Vind je ze nou te dik, dan brei je 16 toeren, dus dan doe je een toertje minder. Vind je ze te dun, dan brei je een toertje meer. En dat is het. 17 toeren is gemiddeld prima. Het komt niet zo nauw zolang je het allemaal maar hetzelfde doet. Heb je nou een breimolen met 40 naalden, dan brei je 30 toeren. Of een toertje minder of een toertje meer. Voor een breimolen met 44 naalden brei je 32 toeren. Of een toertje minder of een toertje meer. Met een breimolen met 46 naalden brei je 34 toeren of een toertje minder of een toertje meer. En met de grootste machine met 48 naalden brei je 36 toeren of een toertje minder of een toertje meer. En met het draadbegin en eind gaan we vervolgens verder. Als je je tube hebt gebreid, ga je hem afwerken en prepareren voor de montage. Dat werkt voor alle tubes hetzelfde. Nou, ik begin met het sluiten van het eind waarmee ik net heb afgehecht door simpel aan de draad te trekken totdat het rondje helemaal dicht is. Je hoeft hem niet te gaan dichtknopen, maar gewoon alleen aantrekken. De draad aan de andere kant, die ga ik ook helemaal aantrekken. Ik zorg dat alle ribbels naar binnen gerold zijn. En ga het dan netjes sluiten. En als dan allebei de kanten zijn gesloten, dan ga ik een plat rondje maken. En de draad waar de naald aan vast zit, die steek ik door het gaatje aan de ene kant naar het gaatje aan de andere kant. En dan ga ik beide draden die nu aan dezelfde kant zitten met elkaar verbinden door ze gewoon stevig vast te knopen. En ik doe dat 2 keer op elkaar. Dan neem ik beide draaduiteinden en die stop ik weer in mijn stopnaald. En ik steek ze tussen beide lagen vanaf het gaatje in het midden naar de rand naar buiten. Als je je rondje plat houdt, dan kom je vanzelf bij de rand uit. Let altijd op dat je niet door de lagen heen steekt, maar tussen de lagen doorsteekt. Nou, trek het draadje zo aan dat hij netjes door je werkje zit en knip 1 van de 2 draden af, want die hebben we niet meer nodig. Haal die uit je naald. En de ene draad die je nog over hebt, die steek je weer in je stopnaald. En die ga ik nu zekeren door daar waar die naar buiten komt, onder 2 draadjes door te gaan. Dus niet onder de V-steekjes, maar onder de draadjes tussen de V-steekjes. Onder 2 draadjes door waar die draad uitkomt. En dan ga ik een half knoopje om mijn naald doen. Dat doe ik als volgt. Ik maak een twist. De werkdraad zit aan de achterkant. En dan leg ik dat lusje over mijn naald. En trek de werkdraad aan, zodat het lusje netjes om mijn naald sluit. En dan hou ik de hele boel vast en duw de naald door dat lusje heen. En helemaal aan. En nou is je draad gezekerd en klaar voor de rest van de montage. Nou, het maakt niet uit welke breimolen je gebruikt. Bij iedere breimolen werkt dit precies hetzelfde. Dus ik ga nu dit grote rondje sluiten door aan de draad waarmee ik heb afgehecht te trekken. En probeer mijn rondje zo netjes mogelijk te sluiten. Nou, als het zo netjes mogelijk is gesloten, ga ik de andere kant sluiten. Ik had hier een nieuwe bol gebruikt, dus ik moet even draadjes knopen. Dat heeft niks met sluiten te maken, maar gewoon nog het aan elkaar zetten van de draden. Nou, ik ga deze kant dus ook gewoon sluiten door aan de draad te trekken.
En ik draai netjes alles wat aan de binnenkant moet naar binnen toe. En ik probeer het zo dicht mogelijk te sluiten. Dan pak ik de naald die nog aan de draad aan de andere kant zit. Ik leg dit rondje plat. Zo plat mogelijk. En dan steek ik mijn naald door het gaatje. Naar het gaatje aan de andere kant. En dan ga ik deze twee draden die nu bij elkaar zijn gekomen weer aan elkaar knopen. En als je dat hebt gedaan, dan neem je weer beide draden en die stop je in je stopnaald. En die ga je weer via het openingetje even netjes platleggen. Dat je kan zien waar de rand is. Door het gaatje tussen beide lagen door naar de rand steken. En dan laat je hem in de rand uitkomen. Let ook weer op dat je niet tussen je project doorsteekt. En dan trek je aan de draad. Je legt je rondje weer plat. En dan ga je één van beide draden weer afknippen. Nou, die leg ik weer op de stapel apart. Voor andere projecten. En dan ga ik deze draad ook netjes zekeren. Zit hij nou niet op de goede plek? Dan kan je hem altijd nog naar de goede plek steken. Nou, waar mijn draadje uitkomt, daar ga ik weer onder twee van die dwarsstreepjes tussen de V steken. Onder twee van die streepjes door. Mijn draad zit netjes in het midden. En nu ga ik een half knoopje om mijn naald maken. Ik maak een twist in mijn garen. De lange draad zit aan de achterkant en ik leg het om mijn naald en trek de draad aan. En dan ontstaat er dus een lusje om de naald. En ik duw de naald daar doorheen. Ik hou alles vast en dan is je cirkel weer klaar. Dus voor alle cirkels gaat het hetzelfde. Als je al je cirkels hebt gebreid, dan ga je ze aan elkaar zetten aan de zijkanten. Waardoor ze een soort van stroken vormen die je straks heel rap aan elkaar kan zetten. Kijk, ik probeer het uit te leggen, maar je kan ook gewoon de workshop verder volgen. Om de stroken te maken gaan we dus onze cirkels veranderen in zeshoeken. Nou heeft iedere maat molen natuurlijk ook een andere maat cirkel. En dat betekent dat voor iedere molen een ander schemaatje is. We gaan ze dus aan elkaar zetten aan de zijkanten. Dat gaan we doen door de V-steken. Kijk, je hebt de V-steken, die zitten gewoon netjes naast elkaar. En die zitten dus ook op de rand. En op de rand gaan we de V-steken gebruiken om de cirkels aan elkaar te bevestigen. Maar waar moet je dat nou precies doen? Nou, ik heb een schemaatje gemaakt. En dat schemaatje, dat kan je het beste eventjes een fotootje van schieten. Want als je een breimolen hebt met 22 naalden, dan ga je dus, als je dat omrekent in een zeshoek, aan de beide zijkanten met 4 steken aan de 4 steken van de volgende vastmaken. Ik ga dat allemaal laten zien, dus geen paniek. En daartussen blijven 7 steken open. Want 7 en 7 is 14 en 4 en 4 is 8 en samen is dat 22. Nou, ik laat het zo meteen allemaal zien. Heb je nou een andere maat breimolen, zoals die met 40 naalden, dan ga je aan allebei de kanten 7 steken aan elkaar zetten en laat je 13 steken open. Heb je nou een breimolen met 44 naalden, dan ga je 8 steken aan allebei de zijkanten vastzetten aan de volgende. En heb je nou een breimolen met 46 naalden, ook 8 steken en 15 steken ertussen. En heb je nou 48 naalden, dan gaan we 8,5 steken aan allebei de kanten aan elkaar zetten.
En een halve steek is dus gewoon één pootje van de V. Kijk, zie je? Dit is een hele. Dat is een heel V'tje. Dat is een heel V'tje. Of ondersteboven kan ook, dat maakt niet uit. En dan van de volgende V pak je maar een halve op als je er 8,5 moet doen. Zo simpel is dat. Nou, laten we gaan beginnen met de stroken aan elkaar te zetten. En ik ga jullie dus precies laten zien op welke plek je dat moet doen met gebruik van het staartje wat je, als het goed is, aan alle rondjes hebt laten zitten. Dus laten we opschieten en doorgaan met het aan elkaar zetten op de volgende manier. Het aan elkaar zetten van de rondjes is niet ingewikkeld en bestaat eigenlijk uit 3 verschillende stappen. Je begint met het begin en je eindigt met het eind en tussendoor krijg je nog extra cirkels. Veel van hetzelfde. We hebben het begin, we hebben het midden en we hebben het einde. En dat leg ik uit voor alle machines. Het eind is eigenlijk de makkelijkste, want dan ben je gelijk klaar. Maar ik ga het dus laten zien voor alle verschillende stappen. Het is echt heel erg makkelijk. En daar heb je dit schema bij nodig, behorende bij jouw breienmolen. Ik gebruik dus 22 naalden schema. Heb je nou een 40 naalden schema, dan moet je deze gebruiken. 44 naalden. 46 naalden. En 48 naalden. Je doet hetzelfde, maar dan volgens de getallen wat hoort bij jouw molen. Nou, we gaan, om het aan elkaar te zetten, de draden gebruiken die we er aan vast hebben laten zitten. En daarmee gaan we de zijkanten dus aan elkaar zetten. Die draden moeten natuurlijk op een bepaalde plek beginnen en eindigen. En dat ga ik natuurlijk allemaal uitleggen. En hoe je ze afwerkt verder en wegwerkt. Allemaal tijdens deze eigenlijk hele handige techniek. Nou, ik ga beginnen met het aan elkaar zetten van mijn zijkanten met 4 steken. Heb je nou een andere molen, gebruik dan de getallen die in jouw schema staan. Ik steek de draad van mijn eerste rondje in mijn naald. Want daarmee ga ik hem aan het tweede rondje bevestigen. Nou, maar waar moet ik nou beginnen bij het tweede rondje? Hier is de draad van mijn tweede rondje. En ik ga de V-steken tellen die daar gelijk rechts van beginnen. En dan moet ik 7 V-steken aftellen. Nou, je ziet ze duidelijk zitten, van die rijtjes met V-steken. Hier zitten ze ondersteboven. Dat mag ook, dat ondersteboven. Het blijven dezelfde V-steken. Rechts van waar je draadje is vastgehecht volgens de manier eerder uitgelegd. En ik ga dus 7 rijtjes steken aftellen met de klok mee, zodat mijn draadje van het tweede rondje naar links glijdt. Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar dat is het niet. Ik heb 7 steken afgeteld. En nu draai ik mijn cirkel zo. En dan ga ik van rechts naar links mijn naald insteken in de 8e steek op het randje. Ik leg het neer zodat je heel duidelijk kan zien hoe je werk eruit ziet. De draden van beide cirkels zitten eigenlijk op dezelfde plek. Klaar voor de volgende cirkel om vast te zetten. Dus kijk goed hoe het eruit ziet. Tussen de draad zitten 7 steken en dan zit in de 8e steek mijn naald. Dus 7 steken tussen naald en draad. En nu ga ik mijn eerste opgenomen steek verbinden met de eerste steek aan de overkant. Dit is mijn eerste steek. En ik moet er 4 maken. Dus hier zit mijn eerste steek. Ik trek mijn draad rustig door. En dan ga ik links van het draadje van mijn eerste cirkel de eerste V-steek zoeken. En die verbind ik met dus de eerste steek van mijn tweede deel. Nou, dit zijn de V-steken. 1 op 1. Nou, dan ga ik aan de overkant weer de volgende V-steek opnemen. Dat is nummer 2. En die ga ik aan nummer 2 aan de overkant vastmaken. Ik trek niet aan de draad. Ik pak V-steek nummer 3 van de ene cirkel.
en V-steek nummer 3 van de andere cirkel. En dan pak ik de vierde V-steek of de laatste V-steek van deze cirkel, om die vervolgens met de laatste V-steek van de cirkel aan de overkant te verbinden. En dan ziet het er zo uit en hoef ik eigenlijk alleen nog maar zachtjes aan de draad te trekken. En dan sluiten de beide cirkels zich heel netjes tegen elkaar. Zorg dat de spanning niet te groot is. En dan steek ik mijn naald nog een keer door dat laatste paar van steken waar ik al een keer doorheen ben gegaan. En ik pak mijn draad. De naald zit dus nog door de steken. En ik twist mijn draad en leg hem om de naald. Oh. Ik twist mijn draad en ik leg hem om de naald. En ik trek aan mijn draaduiteinde zodat er een soort van knoopje ontstaat. Het heet ook een half knoopje. Ik pak alles vast en ik trek de naald door alles heen. En vervolgens steek ik de naald tussen beide lagen van dezelfde kleur cirkel. En ik knip hem af en leg hem apart voor een restjesmuts of een magische fidget. En dan ziet je werk er als volgt uit en ben je klaar voor de montage van de volgende. In dit geval is het of de volgende of de laatste. En ik ga nu laten zien hoe de laatste gaat. De laatste, daar heb je die draad eigenlijk niet meer nodig, want die gebruik je niet en die heb je ook niet als leidraad nodig. Dus die kan je in principe afknippen, maar alleen als je zeker weet dat het je laatste is. Kijk uit dat je niet per ongeluk een gekke bocht gaat maken. Zorg dat je zeker weet dat je werk in een rechte lijn ligt. En ga met de draad van het voorlaatste cirkeltje gewoon vier paren steken aan elkaar zetten. Gewoon de laatste wordt op dezelfde manier, maar dan zonder te tellen, met vier steken aan elkaar gezet. Heb je nou een andere molen, dan gebruik je dus 7 bijvoorbeeld bij 40 naalden misschien. Of 8 bij de 44 en de 46 naalden misschien steken. En bij de 48 naalden misschien gebruik je 8,5 steek. Het maakt niet uit waar je begint en zet ze gewoon met 4 paar steken of het aantal steken wat bij jouw molen, bij jouw cirkel past, aan elkaar. Knoop de draad af en verstop hem tussen de lagen van de kleur waarmee je aan het werk bent. Ik trek weer aan mijn draad. Ik neem de laatste twee steken weer op de naald. Half knoopje, doortrekken, wegsteken en afknippen. En zo maak je dus de stroken klaar voor de laatste montage. En dan gaat het heel erg snel. Je kan de stroken per stuk maken, maar ook gewoon eerst allemaal. En dan ga je ze vervolgens monteren op de manier zoals ik je hierna ga laten zien. Ik leg het uit voor iedere molen weer. Dus ook dat is weer helemaal zonder problemen onder controle. Alle cirkels die ik nodig heb voor alle projecten die ik in deze workshop uitleg, heb ik in stroken aan elkaar gezet. Dat gaat eigenlijk heel erg snel. En dan ga ik jullie vervolgens laten zien hoe je die stroken weer heel makkelijk aan elkaar zet. En voor je het weet, is je project klaar. In deze stap gaan we onze rijen met cirkels aan elkaar zetten en we laten de rijen boven elkaar verspringen. Ongeacht de vorm van ons project zetten we het altijd in stroken aan elkaar. Doordat we de stroken of rijen laten verspringen, krijg je automatisch de honingraadvorm. Het aan elkaar zetten is super gemakkelijk en ik ga jullie laten zien hoe je moet beginnen en eindigen, want dat is eigenlijk het enige waar je op moet letten en daar heb ik schemaatjes voor.
De boven- en onderkant van ons cirkeltje worden puntjes. En daarvoor heb ik een schemaatje gemaakt dat aangeeft uit hoeveel steken zo'n puntje bestaat per breimolen. Aan het begin en het eind van je strook heb je een half puntje. En daarvoor gaan we in plaats van het aantal steken wat in het puntje moet worden verbonden, 4 steken verbinden bij een breimolen met 22 naalden. Ik ga het zo meteen allemaal laten zien. Het lijkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet. Bij een breimolen met 40 naalden begin en eindig je met 7 steken. En bij een breimolen met 44 naalden, waar je dus die cirkeltjes mee hebt gebreid, begin en eindig je met 8 steken. Dito voor een breimolen met 46 naalden en voor een breimolen met 48 naalden. 8 steken aan het begin en aan het eind. Nou, in het voorbeeld ga ik het laten zien met cirkeltjes gebreid met een breimolen met 22 naalden. Als jij een andere breimolen hebt, dan moet je het schema volgen wat ik voor die breimolen heb laten zien. Ik ga deze twee aan elkaar zetten om te demonstreren hoe het werkt. Ik ga dus deze twee stroken aan elkaar zetten. En ik begin met 4 steken. Ik ga laten zien wat ik daar precies mee bedoel. Dit cirkeltje, dat wordt een punt. Deze punt die bestaat uit 7 steken. En die moet straks zo in de tweede strook worden vastgezet. En dit hier bij mijn vingers wordt het beginpunt ongeveer. En om het juiste beginpunt bij beide stroken te vinden, gaan we heel simpel V-steken aftellen. 7 stuks op deze cirkel en 4 stuks op deze cirkel. Te beginnen bij het punt waar je ze hebt vastgezet, 7 en 4 steken. Nou, ik neem een draad, een lange draad die lang genoeg is dat die over de hele breedte van het project past, en die steek ik in mijn naald. Ik knip hem niet af. Ik laat hem gewoon lekker zitten, dan weet ik zeker dat ik altijd genoeg heb. En dan ga ik nu mijn steken aftellen. Hier moet ik 4 steken aftellen vanaf het moment dat ze zijn vastgezet. Dus ik zoek de V-steken op, dat zijn die rijtjes. En de vierde, daarin steek ik mijn naald. Zie, de V-steek. Soms dan staan ze ondersteboven, dat geeft ook niet. En ik trek mijn draad door. Nou zit dit deel vast aan mijn aanhechtdraad en heb ik nog 3 steken over voordat ik bij het nieuwe rondje kom. We weten nu waar we die 4 steken allemaal moeten zoeken, maar nu moeten we die 7 steken nog aftellen. En daarvoor beginnen we te tellen vanaf links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steken. En die hecht ik ook aan mijn garen. En nu zijn de twee delen met elkaar verbonden en is het monteren verder heel makkelijk. We gaan nu gewoon 1 V-steek verbinden met 1 V-steek. Dus we gaan gewoon over en weer V-steken opnemen en rustig met elkaar verbinden. Zorg dat je altijd netjes de V-steken naast elkaar gebruikt. Soms kan je een beetje verspringen. Hij is per slot van rekening rond. Dus probeer ze altijd zo ver mogelijk aan de rand op te nemen. En ga door totdat je bij de overgang van 2 rondjes komt. En steek dan door die overgang alsof het een V-steek is. Van het ene rondje het andere rondje. En ga gewoon verder V-steken opnemen totdat je bij een volgende overgang komt. Nou, zo ziet het er nu uit. Je krijgt vanzelf de zigzagvorm en je gaat rustig verder totdat je aan het eind bent en dan eindig je weer met het aantal steken waarmee je ook bent begonnen. Nou,
ik ben weer bij een overgang. Ik ga weer door beide cirkels heen, alsof het één V-steek is. Dan sluit het straks allemaal mooi aan. En ik ga gewoon weer verder V-steken over en weer opnemen. Tot ik bij de laatste overgang ben. En nog maar 4 steken hoeft op te nemen per rondje. Nog maar 4 paren. Tussendoor kan je natuurlijk aan de draad trekken. Zodat je het mooi kan sluiten. Rustig trekken. En de cirkels sluiten zich perfect tegen elkaar aan. Als je het goed doet, kan je de draad gewoon heen en weer trekken door je werk. Nou, ik ga rustig verder met het monteren. En dan zometeen laat ik zien hoe je de laatste 4 paar sluit. Nog een klein stukje. En dan ben ik bij de laatste wissel. Ik maak nu de wisselsteek. En dan hoef ik alleen nog de laatste 4 paren te sluiten. En dan is het klaar. Waar je mee begint, eindig je ook mee. Dus als jij een andere molen hebt, kijk dan even op jouw schema. Als de 8 staat, dan eindig je ook met 8. Maar gezien dit met een kleine breimolen is gemaakt, hoef ik nog maar 4 paren te sluiten. En ongeacht hoe lang je rijen zijn, dit is altijd dezelfde manier. Omdat ik het te leuk vind om de sluittruc te doen, heb ik gewoon eigenlijk een te kort draadje om het helemaal af te kunnen maken. Maar dat lost zich zo meteen vanzelf op als ik aan de draad trek. Nou, mijn laatste paren. En dan ga ik trekken aan de draad. En alles sluit heel mooi. En ik trek het op de juiste spanning. En zo ga ik dan alle rijen aan elkaar vastzetten. Ik laat de draden nog even hangen tot het project helemaal in elkaar zit. En als je project dan helemaal in elkaar zit en alle draden op de juiste spanning zijn, dan is het tijd om de draden eenvoudig af te knopen en weg te steken tussen de lagen van de cirkels. En dat is zo gebeurd. Ik steek mijn naald als in, het is net een rondje, nog een keer door de laatste 2 V-steken die het laatste paar vormden. En ik maak een slag in mijn garen, zodat de draad een soort lusje vormt om de naald wat ik aantrek. Dat is dan een half knoopje. En dan pak ik dat knoopje vast en ik trek de draad erdoorheen. Dan zit daar een knoopje. En bij dat knoopje steek ik mijn naald naar binnen. En die laat ik ergens anders naar buiten komen. En die trek ik aan en knip ik af. Dan heb ik weer een restje voor een ander project. En dat ga ik dan vervolgens met alle loshangende draden doen. Eventjes nog een keer door de steken waar ik eerder doorheen ben gegaan. Een cirkeltje. Een half knoopje. Doortrekken.
Oeps, te enthousiast. Tussen beide lagen wegsteken. En afknippen. Opletten dat je niet door de laag heen steekt. Dus ik moet deze even opnieuw doen. Even uithalen. Altijd, hè, als je bijna klaar bent, dan gaat het altijd mis als je aan het filmen bent. Nou, wegsteken tussen beide lagen en opletten dat je niet door de lagen heen steekt. En ook weer afknippen. En zo is het hoe je de platte delen maakt. En die kan je gebruiken voor van alles en nog wat. Je kan een leuk zittingtje op je stoel maken. Je kan kleine bloemen aan elkaar zetten tot een sjaal. Je kan ze gewoon voor de gezelligheid maken, maar je kan ook een hele deken maken. Alles is mogelijk met dezelfde techniek. Met de bloemen kunnen we ook verschillende soorten kussens maken. Het eerste kussen wat ik ga laten zien is dit kussen, waarbij we heel eenvoudig twee bloemen aan elkaar zetten. Dat kan met zowel dit patroon als met dit patroon. En dit patroon is natuurlijk hetzelfde als dit patroon. Maar deze heb ik op een andere manier in elkaar gezet. En nadat ik heb laten zien hoe je deze maakt, laat ik zien hoe je deze maakt. Dat is weer een hoofdstuk verder. Dus wil je deze maken? Kijk dan even in de beschrijving van de video en spring gelijk door naar dat hoofdstuk. Of zeg je van, nou, ik ga deze eerst eens even proberen. Dan blijf je gewoon lekker kijken en gaan we snel laten zien hoe je deze heel simpel aan elkaar zet. Zonder draadjes weg te hoeven hechten of wat dan ook. Dus op naar de volgende stap. Als je twee platte delen eenvoudig aan elkaar zet met vulling ertussen, krijg je een heel lekker kussen. Ik ga laten zien hoe je dat aan elkaar zet. Je neemt een draad die minstens om je delen past. Ik laat hem gewoon aan mijn bol zitten. Dan weet ik zeker dat hij altijd lang genoeg is. En dan ga ik even kijken. Ik heb de cirkels gebreid en die bestaan uit V-steken. Iedere steek is een V-steek. Die V-steken gaan we gebruiken, maar we pakken de V-steken die op de rand van onze cirkel zitten. En die gaan we aan de V-steken die op de rand van de cirkel van het andere deel zitten, monteren. Het is heel erg eenvoudig. Die steken zitten gewoon tegenover elkaar. Dus laten we gewoon gaan beginnen. Ik ga beginnen net na het punt waarop de cirkels aan elkaar zijn beland. En links daarvan vind je gelijk de V-steken. Ze liggen gewoon naast elkaar. En ik ga mijn naald in de eerste complete V-steek. Dus dat zijn twee beentjes. Twee dwarsbalkjes, zeg maar. Verbinden met de steek aan de overkant. En dat zijn dan ook twee dwarsbalkjes. En ik trek de draad door. Doe dat rustig. En je hoeft dat helemaal niet strak aan te trekken. Natuurlijk heb ik weer net een lusje wat dwars ligt. Maar het is alweer opgelost. En dan ga je rustig de volgende V-steek, die bestaat uit twee draadjes, verbinden met de volgende V-steek aan de overkant. En dit is eigenlijk wat je het hele project blijft doen. Ze liggen gewoon naast elkaar en je zigzagt met je draad daartussendoor. Nou, ga rustig door. Zorg dat je zoveel mogelijk je cirkels plat houdt, zodat je zoveel mogelijk de steken aan de rand kan opnemen. En ga zo door totdat je bij de overgang komt naar de volgende cirkel. Ik ben klaar met alle V'tjes van dit deel. En nu kom ik op de overgang. En ik ga nu gewoon van het ene cirkeltje naar het andere cirkeltje door
die verbinding heen prikken, alsof het een V-steek is. En dat doe ik ook aan de overkant. Ik ga door beide cirkels heen verbinden. Dat zorgt ervoor dat het extra stevig zit. En dan ga ik weer verder met het opnemen van de V-steken naast elkaar over het randje. En dat is wat je het hele rondje blijft doen. Af en toe moet je even aan je draad trekken, zodat de bol zich naadloos sluit. En dan kan je rustig verder helemaal de zijkant dichtmaken, totdat je bijna helemaal rond bent, want we moeten ook nog vullen. Nou, ik ben een heel stuk opgeschoten. Ik ga nog een heel klein stukje verder sluiten voordat ik ga vullen. Nu heb ik een ruimte die nog groot genoeg is dat ik daar met gemak vulling in kan stoppen. En ik ga nu vulling stoppen in alle bolletjes die aan de randen zitten. Daar moet je echt even met de hand goed vulling in stoppen, anders lukt het niet meer. Neem daar even de tijd voor. Controleer even goed of je overal vulling hebt gestopt. En als je iets verder dan de helft hebt gevuld, dan ga je daarna weer een stukje verder sluiten en vullen terwijl je bezig bent. Dus stukje bij beetje sluiten en vullen. Zorg dat je de laatste bolletjes ook goed vult en dat er geen vulling naar buiten peilt. Even wat extra aandacht aan die laatste bolletjes besteden. Want het zou jammer zijn als die niet zo mooi gevuld zijn als de rest. Laatste paar steken. Ik maak precies nog even een fout op de valreep. Twee keer aan dezelfde kant de V-steken opnemen, dat werkt niet. Dus ik ga de laatste paar steken met elkaar verbinden. Het is nu even wat steviger vasthouden, maar het is nog prima te doen.
En je kan tot het laatst nog een vulling erbij stoppen. Probeer alleen geen vulling mee naar buiten te trekken. Ik doe het altijd weg met mijn vinger. Nog een plukje vulling erbij. Nou, nu krijg ik het niet meer bij elkaar, maar ik ga gewoon door met wat ik aan het doen ben. Dan komen er wat grotere lussen tussen de delen, maar dat geeft niet, want straks als ze het aantrekken, dan sluit het heel erg mooi. Dus ga door zover als je kan met doen wat je de hele tijd al aan het doen bent. Ga zo ver mogelijk door. Totdat beide draden bij elkaar uitkomen. En dan sluit je je kussentje. En als je echt zeker weet dat hij helemaal goed is, dan gaan we hem afhechten. Daarvoor ga ik, als ik zeker weet dat alles netjes dicht zit, die twee draaduiteinden aan elkaar knopen. Ik gebruik weer een dubbele knoop. Ik steek de draden weer in mijn naald. Ik steek ze naar binnen en laat ze ergens anders naar buiten komen. En ik knip ze af. En dan is mijn kussentje klaar. Een heel lekker, comfortabel, zacht kussentje. Dit kussen was gewoon twee bloemen aan elkaar zetten. Nou, kan je heel makkelijk een heel ander soort kussen maken met wel hetzelfde patroon. Door er een buis, een tube tussen te zetten. En dat geeft een heel ander effect. Je krijgt dan een plat kussen waar de bloemen echt bovenop liggen. En die kussens zijn heel erg comfortabel. Je zou het bijvoorbeeld als yoga kussentje kunnen gebruiken. Als kussen voor de kinderen om op te zitten, als stoelverhoger. Gewoon om op te zitten als ze tv aan het kijken zijn of met het voorlezen. Ze zijn handig om je voeten op te zetten als ze 's avonds een beetje moe zijn en de bank is een beetje hoog. Je kan spelen met de kleuren en je kan ze dus afhankelijk van je molen maken in verschillende maten. En het is net zo eenvoudig als deze. Alleen het moeilijke deel heb ik voor jullie gedaan, want het uitrekenen hoe lang de tube minimaal moet zijn, dat heb ik voor jullie gedaan. En ik heb bekeken en uitgevogeld hoe je ze dus netjes aan elkaar kan zetten en kan sluiten. En dat leg ik dus allemaal uit in het volgende hoofdstuk. Dus laten we snel verder gaan naar het volgende hoofdstuk. Het is ook te leuk en je blijft ermee spelen. Voor deze kussens moeten we dus een tube breien die ertussen wordt gezet. En die tubes die moeten een lengte hebben die lang genoeg is dat die er netjes omheen past. Hij komt zo tussen twee lagen te zitten en moet dus lang genoeg zijn om er volledig omheen te passen. Daar is dus een formule voor per breimolen. Voor de ene breimolen heb je natuurlijk een veel langere tube nodig dan voor de andere breimolen. En als je nou alleen een grote breimolen hebt, dan krijg je hele brede tubes. En dat vind je misschien wel een beetje te dik. En dat kan je oplossen door heel simpel een plat stuk te breien en dat vervolgens aan elkaar te zetten tot een smallere tube. Die kan je iedere breedte maken die je wil. En die bepaalt dan de hoogte van je kussen. Dus dat is op te lossen en je hebt een hoop vulling nodig. En als je tube veel dikker is, dan heb je twee keer zoveel vulling nodig. Dus
Met een grote breimolen raad ik je aan om een smallere tube te maken. Ik zet de link naar de workshop daarvoor hier beneden. Voor wie het wil weten, heb ik de formule uitgeschreven over hoe lang je tube moet zijn voor de bloem met 7 blaadjes. Maar eigenlijk hoef je alleen maar het getal ervoor en erna te weten om te weten wat je moet doen. Je kijkt naar de maatmolen die je hebt gebruikt voor het breien van je bloem. En je moet weten hoe lang de tube dan moet zijn. Nou, als je kleine bloemen hebt gemaakt, dan heb je kleine molen keer 6. Maakt dat je tube minimaal 132 toeren lang moet zijn. Is je bloem met de grote molen gemaakt, dan maakt dat je tube minimaal 288 toeren lang moet zijn. Nou, omdat je nog wel eens een foutje kan maken tijdens het breien, raad ik je aan om minimaal 10 toeren extra te breien. En wat je over hebt, dat verdwijnt later in het midden. En maak je een tube van een plat stuk, dan gebruik je hetzelfde aantal toeren, plus 10. Nou, heb je nou een bloem met 19 rondjes, zoals deze, dan moet je per molen die je hebt gebruikt voor het maken van de bloem, keer 10 doen. Dus als je een kleine molen hebt gebruikt, dan moet je een tube breien van minimaal 220 toeren. Dus tel er 10 bij op. Maakt 230 toeren lang. Nou, 40 is 400 plus 10 lang, is 410. En als je deze bloem met deze hele grote molens maakt, worden ze echt enorm. En nou ja, hetzelfde aantal steken plus 10, alles keer 10 plus 10. Voor de bloem met 19 rondjes. Dus dat wordt een enorme unit. Maar het kan dus wel. Dus afhankelijk van je patroon brei je een hele lange tube die langer is dan de getallen die hierop staan. Gebruik je een hele grote molen, maak dan een plat stuk tot een tube en maak een smallere tube. Dat scheelt enorm veel vulling. Dus dit zijn de aantallen getallen die je minimaal moet breien om de tube op de juiste lengte te hebben. Brei altijd extra. Voor dit project maken we aan het begin en het einde van de tubus gebruik van restgaren. Dat is belangrijk. Het gebruik van restgaren dat heeft eigenlijk maar één functie. En dat is het opvangen van de steken van je project. Om daar vervolgens op verder te gaan borduren. Dus in dit geval ga ik breien mijn project in een blauw patroon. Maar ik zet op met een contrasterende kleur restgaren en brei daar eerst een paar toeren mee. Vervolgens wissel ik van kleur naar een tweede contrasterende kleur restgaren. En ik wissel van kleur tussen dezelfde twee naalden. Tussen de laatste en de eerste naald op dezelfde plek. Dat blijf ik het hele project doen. En met deze kleur ga ik 1 ronde breien. Dus iedere naald pakt maar 1 keer de draad. Dit is mijn laatste naald die de draad pakt. Dus ik leg mijn draad naar binnen en nu pak ik mijn werkgaren. Ik leg mijn draad ook weer op dezelfde plek naar binnen tussen de laatste en de eerste naald. En mijn werkgaren, daar neem ik een lengte van. Je leert vanzelf hoe lang die lengte moet zijn. En als je eenmaal de goede lengte hebt, dan kan je het keer op keer blijven gebruiken. En dat leg ik gewoon ook weer in de invoer. Dat lange stuk, dat heb ik nodig om hem te monteren. Ik leg het weer in de invoer op dezelfde plek als alle andere draden. En ik ga vervolgens mijn patroon breien. Ik let goed op bij de kleurwissel dat alle steken netjes naar beneden om de twee tandjes zitten. En ik ga vervolgens mijn patroon breien. Ik speed de video even een beetje op, want het patroon is niet relevant in deze. Ik ben nu bijna klaar met mijn patroon. Ik knip mijn draad vrij lang af. Je leert vanzelf hoe lang dat ongeveer moet zijn. Ik doe het veel te lang, maar dat is gewoon omdat het live wordt opgenomen en dan gaat het altijd mis. En vervolgens leg je die draad naar binnen met als laatste gebreide steek je laatste naald. En vervolgens neem je weer contrasterend restgaren. Dat leg je ook in de invoer.
op dezelfde plek tussen de laatste en de eerste naald. Zie, altijd op dezelfde plek. Best kan je dat even markeren met een zwarte stift. En ik ga weer één ronde breien. Dus iedere naald pakt deze kleur maar één keer. Dit is mijn laatste naald. Ik knip mijn draad af en ik schakel nog één keer over naar een andere kleur om mee te breien. En dat is weer restgaren. En daar brei ik een x-aantal rondes mee. Ik let weer goed op bij de kleurwissels. Het is een restje garen, dus zit een beetje in de knoop. Nou, ik speed hem even up. En ik brei gewoon een aantal toeren. Maakt niet uit, 10 seconden werk. Ik knip mijn draad af en ik brei vervolgens verder. En als de draad op is, brei ik ook nog 2 rondjes door. Minstens. En als het goed is, dan laten alle steken dan los. Dan kan je je molen verwijderen van je breiwerk. Let op, soms zit er nog een lus onder een naald, maar nu gaat hij. Dit gaat goed. Het sluiten van de tubus met het gebruik van restgaren. Ik gebruik daarbij een haaknaald van 5,5 mm. Omdat dat overeenkomt met ongeveer de steekgrootte die je hebt gebreid. Zo'n tube heeft een begin en een eind. Bij de ene kant is het sluiten super makkelijk. We gaan namelijk sluiten in paren. Dit is het einddeel. Je ziet de steken van je werkgaren zitten ingesloten tussen het restgaren. En als je de draden naar rechts houdt, dan heb je 1 werkdraad en 2 eindjes van die ene toer restgaren. En allebei die eindjes gaan door een steek. En die 2 steken, dat zijn precies de steken die we als eerste als paar gaan sluiten. 1 steek en een andere steek. Ik zal er een naald in steken, zodat je het goed kan zien. Kijk, je steekt de naald van buiten naar binnen door de steek die het dichtste bij jou zit. En dan van binnen naar buiten door de steek die aan de overkant zit. En dan hangt de werkdraad tussen beide steken in. En als je dan verder zo je werkje een beetje platvouwt, dan zal je zien dat alle steken liggen eigenlijk helemaal tegenover elkaar. Ik steek er naalden in, zodat je precies ziet welke paren je moet sluiten. Afhankelijk van je breimolen werkt het precies hetzelfde, alleen je hebt een verschillend aantal paren. 46 naaldenmolen, 23 paren. 48 naaldenmolen, 24 paren. 32 naaldenmolen, 16 paren. Vergeet dus niet het laatste paar op te pakken. Ik heb nu een 22 naaldenmolen. Dus ik moet 11 paren oppakken. De laatste 2 steken zitten ook precies tegenover elkaar. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 naalden, 11 paren. Dus nu zitten ze goed en ga ik ze aan elkaar zetten. Ik neem mijn haaknaald en die steek ik door dezelfde steken als waar ik die eerste naald in had gestoken. Ik pak mijn werkdraad en ik ga met de haak de draad door de 2 lussen op mijn naald trekken. En dat is het begin van de sluiting. Doe dit losjes. Ik ga nu het volgende paar sluiten. Ik trek de draad door alle 3 de lussen op mijn naald. En ik ga het derde paar sluiten. En ik trek de naald door alle 3 de lussen op mijn naald. En zo ga ik alle paren sluiten tot aan het eind. En het laatste paar. En dan trek ik de draad door alle 3 de lussen. En ik trek de draad nog een keer door 1 lus. En dan trek ik de draad helemaal door en laat ik hem hangen. Je ziet nu dat de 2 draaduiteindjes van die ene draad zitten aan de andere kant. Nou, aan de kant waar je werkdraad zit, trek je dat ene draadje los.
en in één ruk eruit. En dan kan je zo je restgaren ervan aftillen. En zo heb je deze kant gesloten. En gaan we door naar de andere kant. Dit is de kant waar je hebt opgezet. En daarvan is één steek altijd wat lastig te vinden. Ik ga het laten zien. Nou, je brengt je werk weer in de beginpositie, net zoals daar straks. En dan gaan we heel goed kijken naar wat zien we hier nou. De veelgemaakte fout is dat mensen deze twee lussen oppakken. Maar dat is niet goed, want dit lusje, dat klopt. Dat is duidelijk, dit is aan de overkant, dat is de eerste lus, want dit is je garen. Maar het eerste lusje, dat zit altijd een beetje verstopt. Dat zit hier. Het restgaren loopt daar precies wel doorheen. En het werkgaren zit daar eigenlijk direct aan vast. Dit is je eerste paar, zie? En als je nou wil controleren van heb ik dan inderdaad nu het goede paar te pakken, dan steek je weer even al die naalden erin en dan tel je of dat je het aantal paren hebt. Op een gegeven moment leer je dat gewoon herkennen en dan heb je deze naalden niet nodig. Maar als je dit voor het eerst doet, ik moet dus weer eindigen met een paar. Ik moet altijd eindigen met een paar. En als je dan niet uitkomt, dan weet je dat je de beginsteek hebt gemist. Nou, ik ben weer goed uitgekomen. En dan ga ik eigenlijk op precies dezelfde manier sluiten zoals ik de andere kant heb gedaan. Ik neem het eerste paar op mijn naald. Ik pak mijn werkdraad en die trek ik met het haakje door die twee lussen. En ik ga het volgende paar opnemen en dan heb ik drie lussen op de naald. En dan trek ik de draad weer door alle drie die lussen. En zo ga ik weer helemaal sluiten tot aan het eind. Kom je er nou tijdens het sluiten achter dat je een fout hebt gemaakt en niet met een paar gaat eindigen? Dat kan je dus misschien zien of je komt aan het eind en dan trek je gewoon dit weer uit. En dan zoek je opnieuw je eerste echte paar en dan sluit je hem alsnog. Nu wordt het tijd om de tube te gaan monteren aan de bloemen en de drie delen te veranderen in een kussen. Ik ga het laten zien aan de hand van een kleinere bloem. Het werkt exact hetzelfde. Ik gebruik garen in de kleur van mijn tube en natuurlijk twee bloemen die helemaal klaar en afgewerkt zijn. Het werkt hetzelfde voor alle maten breimolens en de lengte van de tube die heb ik uitgelegd in het vorige stukje. Ik pak de draad gewoon rechtstreeks van de bol, dan weet ik zeker dat hij altijd lang genoeg is, zeker bij de grote kussens, maar hij moet ruimschoots om je project heen passen. En dan ga ik de bloem er tegenaan zetten. Nou. De cirkel die bestaat natuurlijk gewoon uit rijtjes V-steken en op de rand zitten ze ook. En dat zijn twee pootjes van de V steeds naast elkaar en die pootjes die gaan we gebruiken om ze aan de tube vast te zetten. We pakken de rails op de zijkant van de tube en die dwarsbalkjes in dat ene spoor van het begin tot het eind van de tube gaan we gebruiken. Eén V-steek gaan we vastzetten aan twee dwarsbalkjes. Dat gaan we het hele rondje doen. Eén V-steek tegen twee dwarsbalkjes. Dus eigenlijk is het twee tegen twee. Nou, ik ga beginnen. Bij de eerste steek na een montagepuntje. Dus ik zoek daar de eerste V-steek die een beetje op het randje zit. Soms mag je een beetje schuin gaan, maar het gaat erom dat je twee draadjes hebt. Ik heb de draad vanuit mijn bol in mijn naald zitten en ik ga vanaf de rand op het randje twee dwarsbalkjes opnemen. En dan ga ik weer terug naar het rondje. Ik laat de draad gewoon losjes zitten en ik pak de volgende V-steek op. Zit gewoon op het randje. Probeer zoveel mogelijk op het randje te werken. En ga bij de treinrails erin waar ik eruit kwam. En ik neem de volgende twee bielsjes of dwarsbalkjes op. En dan ga ik weer de volgende V-steek opnemen. En dan pak ik weer een paar bielsjes of dwarsbalkjes op. Twee. Het is steeds twee dwarse steken eigenlijk. Totdat je weer bij het punt komt waar
twee rondjes aan elkaar worden gezet. Dus ga rustig. Ja, het is constant eigenlijk veel van hetzelfde. Hè? Kijk, en je kan heel netjes zien als je het een beetje uit elkaar trekt, hoe mooi deze manier van aan elkaar zitten werkt. Ga rustig verder. Volg hetzelfde treinspoor. Dan komt het helemaal goed. En probeer zoveel mogelijk de V-steekjes op het randje te houden. En als ik dan bij de overgang naar het volgende rondje ben, dan doe ik alsof ik één V-steek heb. Maar ik steek gewoon van het ene rondje door de montage naar het andere rondje. Ik behandel het als één V-steek. Je ziet er straks niks meer van. Dus dat hou ik gewoon zo bij elkaar. En dan ga ik gewoon weer verder met twee dwarsbalkjes en de volgende V-steek en het volgende rondje. Nou, op een gegeven moment dan ga ik aan de draad trekken. Ik doe nog even een klein stukje verder, zodat je het mooi ziet. Ik trek aan de draad en de boel sluit zich fantastisch. Nou, je merkt vanzelf wanneer het een goede spanning heeft. En dan ga je rustig verder. Totdat je bijna helemaal rond bent. Je kan de draad gewoon verder trekken als die niet lang genoeg is. Ik ben nu aan het eind. Ik heb het heel precies geteld. Daarom moet je altijd extra toeren breien, zodat je zeker weet dat je genoeg hebt. Dan hoef je niks te smokkelen als je per ongeluk te weinig hebt. En dan ga ik gelijk door met het sluiten van de uiteindes van de tube. Ik heb de bloem volledig aangesloten op de tube. Ik zorg dat overal de spanning goed is. Het is zo leuk dat die tube gewoon meevormt. En dan ga ik het begin en het einde van deze twee draden aan elkaar knopen. Ik knip even af van de bol. Ik knoop ze gewoon aan de binnenkant aan elkaar. Als je nou een stukje tube over hebt, dan vouw je dat naar binnen en dan naai je het uiteinde aan het stukje tube wat er tegenaan komt. En nu ga ik met één draad die ik van die knoop naar buiten heb hangen. Daarmee ga ik de uiteindes aan elkaar zetten. En dat is ook heel erg makkelijk. We gaan de V-steken opzoeken. En die gaan we... Het kunnen ook ondersteboven V-steken zijn trouwens. Dat maakt niet uit. Maar we gaan gewoon de V-steken die netjes naast elkaar zitten opzoeken. En die gaan we zo dicht mogelijk bij de rand, dus zeg maar zo dicht mogelijk bij elkaar. In dit geval bij mij zo dicht mogelijk tegen het randje. Maar als je dingetje langer is, dan gewoon in dezelfde rij. En dat doe je dus ook bij de andere kant. Dan pak je diezelfde kantopwijzende veetjes of ondersteboven veetjes. Die pak je gewoon op. Om en om. En zo ga je ze tegen elkaar aanrijgen. Eigenlijk wat we de hele tijd doen. Alleen nu doen we het met de veetjes. Veetje boven.
een veetje beneden. En dat is eigenlijk ook weer erin waar je eruit kwam. En zo blijf je altijd op dezelfde rij. Dus stel dat je inderdaad wat meer toeren hebt, dan zit je ineens een paar toeren hoger op je tube. Volg gewoon dezelfde rij door erin te steken waar je eruit kwam. Trek ook weer niet de draad hard aan. Want dan kan je niet zo goed meer zien waar je aan het werk bent. Altijd als je aan het filmen bent en bijna klaar, dan gaan dingen mis. Maar we gaan rustig door. Geen vrouwen overboord. Ik wil het zo duidelijk mogelijk laten zien. Maar zonder camera had ik al lang heel hard aan de draad getrokken en kwam het goed. Nou, ga toch even trekken. Kijk nou, het is zo mooi hoe dat werkt. Hè? Rustig trekken. En het sluit hartstikke mooi. Tenminste, dat vind ik. Nou, rustig de laatste paar steken. Het zijn er maar 22 uiteindelijk bij mij. Het ligt er een beetje aan hoe breed deze tube is bij jou. Als je nou een tube hebt van een paneel, dan zorg je dat de ribbel aan de binnenkant zit. Hè? De ribbel van het sluiten. Dat hoef je helemaal niet zo netjes te doen, want dan zie je toch niks van terug. Aan de binnenkant wonen geen mensen. Daar komt straks alleen vulling. Nou, ik ga zo ver mogelijk door. Ik sluit het netjes en nou ja, dit is dan de naad. Ik zet deze draad even vast. Kijk nou hoe mooi die naad aan de binnenkant is. Dat is toch wel chic. Ik doe het halve knoopje, maar dat mag je vastknopen zoals jij dat zelf wil natuurlijk. Zo, en nou is deze kant klaar. En nu gaan we de andere kant er tegenaan zetten. Ik doe de draad er naar binnen. Daar zie je niks van terug. En dan ga ik precies hetzelfde doen met de volgende bloem. En om ervoor te zorgen dat de blaadjes precies tegenover elkaar komen te zitten, koppel ik de naad van de tube met de overgang tussen twee blaadjes en ga van daaruit weer eigenlijk hetzelfde doen. Je kan het ook andersom doen, maar als in de bloem dichtstbij je. Maar je gaat weer de dwarsbalkjes van de zijnaad van de tube verbinden met de V-steken van alle rondjes, van alle cirkeltjes. Nou, voor je het weet zit hij dicht, dus vergeet niet op tijd te vullen. Nou, mijn tweede bloem zit bijna helemaal vast. Ik heb nog een klein stukje om te sluiten en ik ben al begonnen met vullen. En nu ga ik het laatste stukje sluiten en de vulling erin stoppen. En dan is hij klaar voordat je de R in hebt. Dit is zo leuk om te maken. Lekker stevig vullen. Weer een stukje verder sluiten. Er gaat altijd meer vulling in dan je denkt. Eens even kijken of dat het allemaal lekker verdeeld is en of dat hij stevig genoeg naar mijn zin is. En de laatste steekjes even met aandacht. Nog even checken.
Ik ga zo ver mogelijk door. En als ik bij mijn begindraad uitkom, dan trek ik de draden aan en zorg ik dat rondom alles netjes is aangesloten. Ik voel nog eventjes, nu kan ik hem nog even open trekken als het nodig is. En als ik tevreden ben, het is een leuk kussentje hoor, dan knoop ik beide draden samen. Ik doe dat weer met 2 dubbele knopen. Ik zoek mijn naald, steek de draden erin, prik ze naar binnen, laat ze ergens anders weer naar buiten komen, probeer geen vulling mee naar buiten te trekken en dan knip je ze af en dan is je kussen klaar. En zo zet je alle bloemen met een tube op dezelfde manier aan elkaar. Alleen je moet zorgen dat hij minstens het aantal toeren heeft wat past bij de maatmolen die je hebt gebruikt voor het breien van je bloem. En zo maak je leuke decoratieve, maar ook hele handige en lekkere, fijne, fleurige, kleurige kussens die je kan maken in iedere kleur die jij wil. Bedankt voor het kijken naar deze workshop. Ik hoop dat ik je nieuwe inspiratie heb gegeven voor je breimolen en dat je er weer veel plezier aan mag beleven. Graag zie ik foto's van jouw projecten verschijnen op de Maak het met Miranda Facebookgroep of op Instagram met de hashtag Maak het met Miranda. Zie de beschrijving van deze video. Als je een donatie wil doen voor een bolletje garen of een kopje thee of lekkere kattensnoepjes. En abonneer je gelijk op mijn kanaal en kom ook eens bezoek op het dagelijkse online handwerkcafé Maak het met Miranda. Ook hier te vinden op YouTube, waar het altijd gezellig is en we eventjes in ons eigen café zitten te kletsen en te netwerken en te handwerken en van alles wat. Pop, ben je uitgespeeld? Ja. Zie de beschrijving van de video voor de links naar al mijn sociale media, links naar handige afspeellijsten op YouTube en verdere handige informatie. Bedankt weer voor het kijken. Toedeledokie. Tot ziens. Doei!